Dag beste surfer, we zijn hier in Muntpunten, de bibliotheek van Brussel. En we gaan u even kort toelichten hoe je vanaf nu e-boeken kunt lenen in de bibliotheek. Op weg naar het werk of op vakantie? Met de e-boeken-app van de Bib heb je altijd een boek op zak. We kennen allemaal de openbare bibliotheek als een aangename plaats om in rond te wandelen, om tussen de rekken te wandelen, om de boeken vast te pakken in de bladeren en te kiezen wat we zouden willen lezen en dan ervan te proeven. Deze ervaring willen we nu digitaal ook heruitvinden, want we weten allemaal dat de maatschappij meer en meer digitaal is georiënteerd. Wat zijn de voordelen van het e-boek? We kunnen naar de bibliotheek gaan en we nemen een hele stapel boeken mee naar huis. We moeten die boeken eventueel meenemen op vakantie. Dat is allemaal gewicht dat we meesleuren. Vanaf nu kan het dus ook allemaal op één tablet en je neemt dan al die boeken op één tablet mee. Hoe gaat dat nu in zijn werk, e-boeken lenen? Dus we gaan naar de Play Store. Hier worden alle applicaties aangeboden. We gaan zoeken. Het is heel eenvoudig. We zoeken op e-boeken. Zonder meer ingeschreven. We zoeken. En de app staat hier linksbovenaan. We klikken die aan. En hier gaan we voor install. Ja, accept. En dan wordt die app nu geïnstalleerd op dit toestel. Kijk, hier is die gedownload. We doen de app open, dan krijgen we nog de gebruiksvoorwaarden en daar hebben we de app. U ziet hier bovenaan boeken in de kijker staan. Dat zijn boeken die de bibliotheek in promotie zet. En dan is er de hele catalogus met alle boeken die we kunnen aanbieden. We hebben 400 boeken in de aanbieding. 400 boeken, dat is ongeveer evenveel als één groot schap in de bibliotheek. Wandelen we door de boeken, dan kunnen we hier bij elk boek is er een knop voor detail. Dan krijgen we een korte samenvatting van het boek en we kunnen meteen ook naar een fragment van het boek. Elk fragment kunnen we zo doorlezen. Het is 10% van het boek dat op die manier gratis wordt aangeboden, waar u niet moet voor betalen. Als u het lettertype niet goed kan lezen, dan kan u het lettertype vergroten. Kijk, het lettertype is nu groter en dan is het al gemakkelijker om te lezen. U kan ook swipen door het boek. Als we hierop klikken, krijgen we de controls terug. We kunnen ook het boek veranderen naar de nachtmodus. En dat betekent dat we het kunnen lezen met de witte letters op een zwarte achtergrond. Dat is meer rustgevend voor de ogen. Als ik het boek draai, dan krijg ik een andere blik. Ik krijg dan pagina per pagina. Hè, en ik kan dan zo door het boek wandelen. Zet ik het in de landschapmodus, krijg ik twee kleinere pagina's naast elkaar. We hebben nu zorgeloos door onze collectie gewandeld. We hebben hier en daar fragmenten bekeken. Nu willen we die boeken effectief lenen. Hoe doen we dat? Daarvoor moeten we wel nog even naar de bibliotheek. Later kunnen we dat allemaal regelen via het internet, maar vandaag moet je nog naar de balie van de bibliotheek om een e-boekenkaart te kopen. Willen we het boek effectief lenen, dan tikken we op lenen en dan zal hij u vragen om aan te melden. Ik moet mij nu aanmelden met mijn bibliotheekaccount. Dat kan u verkrijgen bij uw bibliotheek. Vaak heeft u dat al, omdat u misschien de koopres al raadpleegt van thuis uit. Of de stand van uw lenerskaart wilt raadplegen of verlengingen doen. Dat is allemaal met hetzelfde Mijn Bibliotheek-account. Een e-boekenkaart kost €5 voor 3 uitleningen. We hebben ons aangemeld bij Mijn Bibliotheek. Als we nu gaan naar lenen, krijgen we een overzicht van ons leentegoed. En we gaan nu de code hier in dit vak invoeren. We hebben in dit geval toch nog 2 boeken die we mogen ontlenen. En als we dit boek gaan lenen, gaat er 1 leentegoed af. Leen nu. We drukken op leen nu. En het boek wordt nu op mijn boekenplank verder gezet. En van dan af kan ik het ook offline lezen. Dus hoef ik niet afhankelijk te zijn van een wifi. En ik kan bijvoorbeeld lezen op de trein of op vakantie aan het zwembad.